Nijmegen kampt al een tijd met een begrotingstekort op de bijstand. Daarom kwam wethouder Jan Soetelief eerder dit jaar met een masterplan en quick wins om het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen. Nu hij de raad een tussenstand moet geven, heeft hij goed en slecht nieuws. Ja, het goede nieuws is dat we de afgelopen maanden zien dat er meer mensen werk krijgen. Dus de uitstroom naar werk neemt gelukkig toe. In tegenstelling tot de afgelopen jaren dat we het schrikbeeld hadden dat we alleen maar meer mensen in de bijstand hadden. Afgelopen maand, september, komen we toch op een uitstroom effectief van 90 personen. En ja, dat heeft natuurlijk ook te maken voor een deel natuurlijk met de aantrekkende economie. Maar zeer zeker ook de planning die we hadden en de plannen die we hebben gemaakt, die we hebben genoemd de quick wins en het masterplan. Aan de andere kant zijn we natuurlijk altijd afhankelijk van het Rijksbudget. En het Rijksbudget dat maakt ons mogelijk dat wij de bijstand kunnen betalen. Helaas is het zo dat tegen onze verwachting in dat het budget niet overeenkomt met het budget wat we hadden verwacht. Het betekent wel dat we nu in 2018 in orde van grootte van 1,7 miljoen tekort komen ten opzichte van wat wij nodig hadden. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, dat heeft geen repercussies voor de mensen in de bijstand. Dat blijft. Mensen krijgen gewoon hun deel wat ze toekomt. Al een aantal jaren hebben ze een, wat ze noemen, een verdeelmodel. Dus ze hebben een bepaald macrobudget en ze hebben gezegd, nou, we gaan nu kijken hoe we de beperkte middelen die we hebben zo goed mogelijk kunnen verdelen per gemeente. En dan deelt men het in tekortgemeenten en gemeenten die geld over hebben, omdat ze het heel goed doen. Dus die regels en al die factoren, dat zijn een stuk of 250 waarop dat model is gebaseerd. Ja, dat voldoet niet aan de wensen en de ideeën die we als verschillende gemeenten en met name de regiogemeenten die veel in de tekorten zitten, dat wij daarin geholpen worden. Dus dat model, eigenlijk zeg ik, dat model werkt niet, volstrekt onvoldoende.